Goed, Liz. Een spannende wedstrijd. En je had er een aandeel in de spanning. Vertel eerst maar eens van dat doelpunt. Hoe ging dat? Ja, die 1-0, ik zie dat hij ertussen valt. En ik zie eigenlijk een kans om te rennen. En ik ren en Celini die stapt eigenlijk niet goed, waardoor ik de bal kan krijgen. En ik zie de lange hoek open, dus ik plaats hem in de lange hoek. Ja, hij ging er goed in. Ik heb een aantal bewegingen van je gezien. Toen moest ik aan heel vroeger denken. Rob Rensbrink, zeg je dat wat? Nee. Nou, noemen ze het slangenmens. Die slaan om de overal tussendoor. Ja. Dus daar leek het wel een beetje op. En toen kreeg je nog een kans. Ja, die moet er gewoon in. Ja. Ja. Ja, ik word een beetje uit balans gebracht, waardoor ik hem eigenlijk met mijn buitenkant voet rechts de verre hoek in wil. Ja, gewoon wil pasen en hij komt op de paal en dan komt hij net weer niet goed voor mijn voet. Dus ja, het is gewoon pech en hij moet er gewoon in. En dan kom je 2-0 en dan denk ik niet dat Feyenoord nog het kan opbrengen om 2 doelpunten te maken. En dan trek je hem hier gewoon over de streep. Ja, nee, maar ze hadden het sowieso al moeilijk nadat jullie goed op gang kwamen. Andere dingen, zeg maar, in je spel, die vielen ook wel op, vond ik. Ik dacht dat je wel lekker in de wedstrijd zat. Ja, ik denk dat ik wel een prima wedstrijd heb gespeeld. En dat ik weer een beetje mijn oude niveau nu aan het oppakken ben. En dat is wel heel erg fijn. Ja, goed. Dus wat overeerst er nou voor jou na de wedstrijd? Ja, teleurstelling. Ja? Ik kan hier gewoon winnen. Ja, dat klopt. Ja. Oké. Nou, sterkte ermee? Dan. Ja, goed. Nee, gewoon volgende keer gewoon weer. Ja, daarom. Op naar Twente. Knallen. Wat voor wedstrijd hebben we gezien qua ADO-voetbal? Nou ja, we hebben een wedstrijd gezien waarin we de eerste kwartier een beetje gingen kijken wat gingen ze doen. En toen wij de goal maakten, dat vond ik ons veel beter in de wedstrijd komen. Tot aan vlak voor rust dat je daar ook nog een mogelijkheid kreeg. Na rust waren we gewoon heer en meester. En dan moet je het gewoon afmaken. Dan moet je met 0-3, 0-4 misschien van het veld afgaan. Ja, dan komen zij op 1-1 en dan geven ze gewoon hoop. Ja, en dat is dus niet de bedoeling. Maar ik heb ongelooflijk genoten van mijn ploeg. Er zat strijdlust in. We hebben bij Vlagen goed voetbal laten zien. Ja, en ik vind dat we ook op basis daarvan ook dik hadden moeten winnen. Of verdiend hadden moeten winnen. Ja, inderdaad. Was dat goed strijd en passie in. Dat was duidelijk te zien. Mm-hmm. Vond ik ook. Maar waar schort het dan aan dat die ene eigen verlossende goal niet komt? Heb je daar een idee van? Nou ja, je hebt het toch gezien? Ja, ik heb het gezien. Ja. En dat zijn de kansen die we uiteindelijk krijgen, maar ook erin moeten schieten. Ja. Maar dan hebben we net even het geluk niet. Ja en we kunnen hier gaan praten als Brugman, maar ze weten het zelf dat die ballen moeten zitten. En het is helaas niet zo. Dus we moeten door. Volgende wedstrijd. En dat duurt nog even. Maar we zijn op de goede weg. We creëren echt goede kansen. En dat tegen een koploper als Feyenoord hebben je het gewoon uitstekend gedaan. Ja ik vond bij Vlagen dat ze echt zoekende waren van wat moeten we nog? Wie, wij of Feyenoord? Nee, Feyenoord. Ik vond dat wij de hele tweede helft heer en meester waren. Ze wisten de oplossingen niet. Tactisch had hij het niet goed staan. Ja, en wij hadden daarin echt heel veel beweging. Alleen op een gegeven moment, ballen wegschieten en dat soort dingetjes. Ja, dat hoort bij het voetbal, maar goed. Dit was wel heel opvallend. Als je vanaf minuut 7 al tijd rekt. Ja, ik begrijp dat niet. Je staat bovenaan als beginnend in de Eredivisie. Ga lekker voetballen. Maar goed, dat is niet mijn taak. Ik ben coach van ADO Den Haag Vrouwen. Ik vind dat wij stappen maken nu en daar ben ik enorm trots op. Ja, jullie proberen inderdaad te voetballen. Ja. Ja, en het ziet er leuk uit, alleen de beloning nog. Ja, maar goed, ik heb de meiden ook gesproken net na afloop, hoe trots we zijn dat ze vrij weinig weggeven. Ja, het zijn sporadische dingen, maar de kansen die wij wel creëren, die zijn levensgevaarlijk. Ja, daar moeten er wel zeker 1 of 2 van in. Maar nogmaals, ze doen het niet expres. We gaan gewoon door totdat hij dadelijk wel weer
gaat vallen, ja, dan gaat het lopen. En ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Goed, hopen dat wij daar ook bij zijn. Dankjewel. Nou, ik hoop het ook, ja. Dan zie je weer een mooie wedstrijd. Ja, precies. Ja. Het is zo fijn dat we oude vrouwen zijn.